We moeten de harde waarheid gewoon onder ogen zien. Niet alleen vanuit Brussel komen geluiden van de CO2-uitstoot moet omlaag, maar ook gewoon autofabrikanten moeten iets om van de olie af te komen. Waar denken ze nou over na? Hybride aandrijving, elektrische aandrijving, brandstofcellen. Nou, Hyundai zet in op hybride en elektrisch met deze nieuwe Ioniq. En dit is gewoon een normaal uitziende auto. Is best mooi, toch? Net zoals bij soort en klas van auto's moet je eigenlijk ook elektrificatie ook in hokjes duwen. Dat begint gewoon bij eigenlijk de nulauto, een auto met een conventionele verbrandingsmotor, tot en met de 4-auto, dat is dan een volledig elektrische auto. Daar zitten allemaal stadia tussen. Het begint met de milde hybride, zoals een Suzuki Baleno van het vorige filmpje, dat noemen we dan de 1. Dan heb je de 2, dat is de normale hybride, daar zitten we nu in. Dan heb je 3, dat is de plug-in hybride, die heeft dus ook een stekker. En als laatste heb je de 4, dat is de volledig elektrische auto. En daar gaan we vanmiddag in rijden. Dat eco, dat vind je niet alleen terug in de techniek, maar ook in het interieur. Want hier bijvoorbeeld de dakbekleding is gemaakt van suikerriet. Hier in de deurpanelen zitten houtsnippers. En verderop in het interieur zitten allemaal gerecyclede petflessen. Het navigatiesysteem dat komt wel heel bekend voor, want het is heel simpel een tomtommetje met live services. En het systeem heeft ook Apple CarPlay en Android Auto. Qua veiligheid gaat Hyundai proberen het grote succes van de Toyota Prius te evenaren. Die haalde de volle 5 sterren. Dat zou best kunnen gaan lukken, want hij heeft een hele hoop elektronische veiligheidssystemen aan boord. Hij heeft automatisch een noodremsysteem. Hij heeft een rijbaanassistent dat hij tussen de lijntjes blijft en ook actief tegenstuurt. Hij heeft blinde hoekdetectie. En hij heeft een adaptieve cruise control. En dat houdt in dat als je voorganger aan het afremmen is, dat hij ook automatisch gaat meeremmen. Net zoals andere hybride auto's kan je ook in deze auto volledig elektrisch rijden, de EV-modus. Alleen het grote verschil is, bij andere zoals de Prius kan je daar actief voor kiezen met een knopje, de EV-knop. Maar bij deze dus niet. In de hybride uitvoering heeft hij een zesstrapsautomaat met dubbele koppeling. En die kan je in 2 standen zetten, namelijk in een eco-stand en in een sportstand. En dan zie je ook op het dashboard dat hij verschiet van een snelheidsmeter naar een toerenteller. Voorin zitten 4 personen ruim voldoende, maar hoe zit het nou achterin? Daar is wel een verhaal. Want in deze hybride versie heb je 550 liter bagageruimte. Maar bij de elektrische versie komt door dat grote akpakket komt de vloer wat omhoog en dan heb je nog maar 450 liter over. Onder de motorkap van de Ioniq kan je 3 configuraties aantreffen. Bij de hybride en de plug-in hybride zit deze 1,6 liter benzinemotor met 105 pk. Bij de hybride zit er dan een relatief kleine elektromotor naast. Bij de plug-in hybride is dat al een grotere elektromotor met natuurlijk een groter akkerpakket. En bij de elektrische versie is deze natuurlijk helemaal weg en er zit er alleen nog maar een hele grote elektromotor. Net zoals andere elektrische auto's heeft ook deze Ioniq Electric het grote nadeel van die zware achterpakket. Die hebben ze enigszins geprobeerd te compenseren met een aluminium achterklep en een aluminium motorklep. En hoe zie je nou dat de elektrische versie is? Nou, dat zie je hier aan de voorkant, want die grill is gewoon helemaal dicht. Want koeling, dat heeft hij helemaal niet nodig. Onder deze motorkap dan zien we dus geen benzinemotor meer, alleen een hele lel van een elektromotor. En er komt maar 120 pk uit, zou je zo zeggen. En terwijl bij de hybride komt er gecombineerd 140 pk uit. Maar vermogen zegt niet alles, want hier komt dus 295 Nm koppel uit. En wat dat is, zal ik je laten zien. Hyundai claimt met dit 28 kWh accupakket dat je een actieradius haalt van 250 km. Nou, dat klinkt relatief weinig, maar zeg nou eens eerlijk, hoe vaak rij jij op één dag 250 km? We verwachten wel dat deze elektrische uitvoering een prijs zal krijgen van boven de 30.000 euro. Dus hij is voor particulieren minder interessant, maar wel voor de zakelijke rijder, want maar 4% bijtelling.
En dit verhaal houden we ook altijd bij elektrische auto's. Van dat adverteren ze als een zero emission vehicle. Oftewel een auto met 0 gram per kilometer CO2 uitstoot. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Want alles wat er aan elektriciteit ingaat, dat komt uit de centrale. En die stoot natuurlijk wel CO2 uit. En van binnen is er ook een belangrijk verschil met hybride uitvoering. Want je hebt hier gewoon ontzettend veel beenruimte. Omdat dat rare pootje in zit. Je hebt hier alleen een paar knoppen. En dan kan je hem heel simpel zetten. In zijn achteruit, in zijn vooruit en parkeren. Natuurlijk heeft deze elektrische versie ook remenergieregeneratie. Dat houdt in dat als je afremt, dan wordt de energie teruggevoerd naar de accu. Dat kan je in deze auto instellen in 3 standen. Maar die sterkste stand, daar remt hij wel ontzettend hard af op de accu. Dat voel je erg wel. Je kunt de auto opladen aan het stopcontact, maar dan duurt het wel 12 uur. Het kan ook veel sneller, maar dan moet je een wallbox aanschaffen, dat is zo'n €750. Maar dan is hij wel in 4,5 uur opgeladen. En als het echt snel moet, aan de snellader, in 23 minuten zit hij voor 80% weer vol. Wat kunnen we nu als conclusie trekken na een dag sturen met Ioniq? De eerste conclusie is, het lukt mij binnen een paar kilometer deze auto helemaal veld te rijden. De tweede conclusie is, met een aanschafprijs van bijna 23 mil, inclusief reclamekosten voor de hybride versie, is dit een hele scherpe aanbieding. En de derde conclusie is, Hyundai is gewoon heerlijk scheutig met garantie. Ze geven al 5 jaar op de hele auto. En als je bang bent voor de dure accupakket, dan geven ze zelfs 8 jaar garantie op of 200.000 kilometer. Maar wil je nou alles te weten komen over de testresultaten van alle auto's, ga dan naar consumentenbond.nl/auto.